En wat doet ze daar? Ik zeg, ze kleedt zich uit. Wat zie je nog meer? Ik zeg, de luitenant Jansen. Waar is die dan? Ik zeg, ook in de woning. Waar in de woning? Ik zeg, bij uw vrouw of slaapkamer. En wat doet hij daar? Ik zeg, hij kleedt zich ook uit. Doe die verrekijker weg en schiet hem de een door het achterste. Ik pak het geweer. Ik loerde. En ze zeggen, waarom schiet je niet? Ik zeg, op dit moment een beetje problematisch. En hij in het leren zit en die wordt niet unison. Dan hij geregeld een oefening, een feestje of een receptie. Zo was ik daar. Laatst hadden we een receptie. Ik proost met iemand, wil dat glas terugzetten. Stoot ik per ongeluk met de elleboog tegen de boezem van een vrouwelijke sportofficier. Ik zeg, luitenant, neemt u mij niet kwalijk. Maar als uw hart zo zacht is als uw boezem, dan heeft u mij dat allang vergeven. Ik kijk ze me aan en zeg, jongeman, als een bepaald deel van je lichaam zo hard is als je elleboog, dan mag je mij altijd bellen. Nou, dan hebben we een telefoonrekening van Zoezen en Wij. En in het leren moet je iedere dag sporten. Dat hij natuurlijk aan Mina Wallenzeren. Onder leiding van een vrouwelijke sportofficier. En die komt nog wel aardig met elkaar overweg. De bloei nog wat op tussen ons beiden. Meer wat meer als BE. En nog, die ging al die samen wat drinken. En toen hou een keer een beetje te vullen op. Ik zeg tegen u. Wat hij ervan dacht, als ze een beetje amore maken voor €150. En meteen kreeg ik een klap in het gezicht. En ik had dat geld zo goed kunnen gebruiken. En laatst, hou een reunie van allemaal oud-veteranen. Al die oude gezichten van vroeger die waren weer bij elkaar. En dat is zoiets gezelligs. Het ontbreekt aan niks. Warm buffet. Koud buffet, ijsbuffet, volop drinken. En die twee met Alzheimer die waren er ook. Die vooral die Wimmy zitten. En zuckeleu, ik leen nogmaals geheel €50. En volgens mij wil ze het geen niet weer in, want ze vroeg er nooit meer om. En op een gegeven moment, toen ging het ijsbuffet los. En ze reed van die zijn. Hele wat rekening geweer. Toen zegt een van die benen, nou even wat lekkers halen. Toen zegt een ander, nee, blijf hier maar zitten. Ik ben jongs, ik haal dat voor u. En zegt, wat was dan GMM? Ja, zegt een vanille-ijs. Maar dan moet je opschrijven, anders vergeet ik dat. Nee, dat kan ik me ook wel zeggen, vanille-ijs. Ja, zeg maar, ik wil er ook graag een rode kerstboom nog. Maar schrijven we dat nog op? Nee, of wel een bal. Vanille-ijs, rode kerst. Ja, zeg maar, ik wil er ook nog graag warme chocoladesaus over nemen. Maar dan moet je opschrijven. Nee, ze gaat ook wel het bal. Vanille-ijs, rode kerst en warme chocoladesaus. Toen ging het weg. Bijna een kwartier later kunnen we weer. Met een handvol patat. Ze zeggen dan, simpel, heb toen niet zeg, moet hij de ketchup weer vergeten. Nog niet zo heel lang geleden hadden we een oefening samen met Duitse militairen. Een oefening van 3 weken lang op de Lunenburger Heide. En op een gegeven moment ingaan zo'n soldeutje, zo'n Duitse deren. Dan kijk ik niet al ingaan aan. En die wordt nog wel aardig met elkaar te vinden. En zo was zo'n oefening afgelopen was, toen zei ze: gaan ze met mij niet naar onze kazerne? Wie hebben heute erbsensoepen? Ik heb daarom gekregen, gaan we niet. Wie loopt er over de heide? Toen vind ik ook nog 2 landmieren. Ze stonden op scharp. Ik zei, die neemt weer niet, die geeft weer af in de kazerne. Maar pas nog naar de lopen heeft ze bij u in de rugzak gestopt. En zei ze, ja maar wat had de ene ontploft? Ik zei, dan zeggen jullie gewoon, hou maar 1 voor net. Eindelijk zitten we door in de eerzaal. Nou, in een arvenzoek was heerlijk. Echt die stukken worstelingen. Weer ons beide wel 3 keer opschept.
En toen de soep ophangt, toen hij een mietje op de handen. En zei ze, Hans, je moest met mij eens kino zo gaan. En een kriegsfilm zien. Ik zeg, gerne met je. Nou, wie met ons bij naar de bioscoop. En de film is net zo'n beetje 20 minuten aan de gang. En toen begon de artsensoep te wachten. En toen zei ze, toe Alfons, ik moest je een been lassen. Ik zei, wachten maar, bis de kanon is hier naar Lukas schijnen. Nou, ze zat zo onrustig van de ene bil op het andere en eindelijk schotte de kanon en ze ook. En dan vlak achter zit een Duitser met een hoge snorren en hij zegt, ik geloof ze hebben een scheissaus getroffen. En eindelijk na 3 weken, toen we in Holland waren, ons eigen kazerne, toen word ik met geweld naar huis, want ik had de vrouwen 3 weken mist. Ik had gewoon behoefte om even een beetje te knuffelen, zo even in de armen te nemen. Ik ben dus op weg gegaan en met een draf naar huis. Ik kwam binnen, ik vleeg de trap op, kwam de slaapkamer in en zonder de lampen aan te doen, spring ik weer in bed. En toen, amore, amore, en nog eens amore. En nooit had ik niet over een dorst, maar dat had ik niet nog geven. Ik ga naar de keuken voor een glas water. En wie zit door aan tafel een sjaal te breien? Mijn vrouw. Ik denk, hoe kan dat dan? Ik vlieg weer naar boven. Ik kom op de slaapkamer. Ik doe de lampen aan. En waar mijn weer aan midden ligt? Mijn schoonmoeder. Ik zei, wij niet dat net? Ja, zei ze. Ik zei, waarom heb je nou niks gezegd? Ze zei, normaal vrouw die toch ook niet met mij? In Las Vegas can nothing save her from you. Night after night, watching the world around. In Las Vegas can nothing save her from you. One of the days, oh, I'm gonna burn you down. Hey girl, what she doing down there? Dancing alone every night with a man from the bar. I can feel your body swinging. What for me, loving you? Don't ever know me. I love you. Oh, my darling, my three times on the ceiling if you want me. Twice on the fire if the answer is no. Sha la 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 la,
Waar is het koor? Shalala la 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 la. Shalala la. Ik hoor jullie niet. Shalala la 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 la. Shalala la 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 la. En we hebben even een korte pauze. Tot zometeen, dankjewel.